In deze reeks programma's neemt Filmmeesters je mee naar de mooiste plekjes van Nederland. Vandaag zijn we in Beverwijk, een gemeente met ruim 40.000 inwoners aan de Noord-Hollandse kust. Het centrum van Beverwijk is de laatste jaren volop in ontwikkeling. Bioscoop Cineworld staat op het Stationsplein en trekt veel bezoekers uit de regio. Ook het nieuwe stadhuis van Beverwijk, dat in 2012 officieel werd geopend, is aan het Stationsplein te vinden. Beverwijk is in alle opzichten goed bereikbaar. De rijkswegen A9 en A22 lopen door de gemeente en er is een goed trein- en busstation. Logisch, want veel mensen komen dagelijks voor hun werk naar Beverwijk. En over werk gesproken, daar weten ze hier alles over. Waar kun je als werkgever terecht met vragen over personeelsvoorziening, ontslag, arbeidsmarktinformatie en arbeidsjuridische zaken? Hier. Eimond Werkt is het centrale loket voor werkgevers en werknemers in de regio Eimond. Werkzoekenden vinden er ondersteuning door middel van trainingen en cursussen. Dankzij de ondersteuning van Eimond Werkt vergroten ze hier hun toekomstperspectief op de arbeidsmarkt. Werkgevers vinden er geschikt personeel voor elke sector en kunnen er terecht voor deskundig advies. Eimond Werkt, het kennis- en bemiddelingscentrum voor de arbeidsmarkt in de Eimond. Kijk op eimondwerkt.com voor uitgebreide informatie. Vanaf het Stationsplein is het winkelcentrum van Beverwijk op een steenworp afstand. De Breestraat vormt het kloppend hart en is al sinds de 13e eeuw een plek waar wordt gehandeld. Tientallen winkels zijn hier te vinden, variëren van plaatselijke ondernemers met hun speciaalzaken tot landelijk bekende winkelketens. En op woensdag is er een gezellige markt. Beeldbepalend in het centrum van Beverwijk is de Sint-Agatha-kerk. Al in het jaar 885 stond er een kapel waarin Sint-Agatha werd vereerd. Het kerkgebouw dat er nu staat werd voltooid in 1924 en is sinds 1995 een rijksmonument. Er wordt goed voor het gebouw gezorgd, want in 2003 werd het volledig gerestaureerd. En dan nu aandacht voor een andere vorm van zorg. De zorgspecialist. Thuis in alle zorg. Welkom bij de zorgspecialist. Bij de zorgspecialist staan de wensen van de cliënten altijd centraal. Ja hoor, geen probleem. We maken hem in orde. Ja hoor, graag gedaan. De zorgspecialist is in de regio Kennemerland het adres voor alle zorg thuis. Van huishoudelijke zorg tot intensieve verpleging. Op het gebied van zorg aan mensen met dementie en zorg in de laatste levensfase hebben we specialistische teams die de beste zorg bieden. De medewerkers van de zorgspecialist werken in de keten nauw samen met huisartsen, fysiotherapeuten en andere behandelaars. Onze missie is ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. En dat iemand zelf kan bepalen hoe en wanneer hij of zij zorg krijgt. Kleinschaligheid en zorgvuldigheid gedurende de hele periode van zorg. Dat kenmerkt de aanpak van de zorgspecialist. Spreekt werken in de zorg je aan en neem je graag de tijd voor de cliënten? Bekijk dan de vacatures op dezorgspecialist.nl. We zijn weer terug in het centrum van Beverwijk, waar we de tijd nemen om uitgebreid rond te kijken bij de vele winkels. Kopen, kopen, kopen. Je vindt hier altijd wat je zoekt. Een dagje winkelen in Beverwijk is goed te combineren met een bezoek aan het Kennemer Theater, dat op loopafstand van het centrum ligt. Gelegen aan het Kerkplein, het culturele hart van de stad, waar behalve het theater ook het Centrum voor de Kunsten en de bibliotheek gevestigd zijn. Boeken, kranten, tijdschriften, maar ook e-books, dvd's, blu-rays en luisterboeken. En nog veel meer. Welkom bij Bibliotheek Eimond Noord. Dit is niet zomaar een bibliotheek. Dit is de perfecte combinatie van informatie en ontspanning. Met een mooie overzichtelijke presentatie van de boeken, bedoeld om te verrassen en te inspireren. Jongeren voelen zich thuis in de hangout. Een plek om lekker te chillen of bijvoorbeeld huiswerk te maken. Speciaal voor de kleintjes is er de 100 talentenbibliotheek. Met allerlei kamers waarin de boeken gerangschikt staan. Zoals deze Pink Room. Maar er is ook een tuinkamer en een fantasiewereld.
Kinderen kunnen lid worden van de Kamercommissie en allerlei leuke activiteiten bedenken en uitvoeren. De Beleefbibliotheek is een plek waar iedereen wordt geïnspireerd door interessante lezingen, informatieve workshops en mooie boekentafels. In het leescafé kan iedereen terecht om te lezen, maar ook voor het gebruik van internet en gratis wifi en voor een lekkere cappuccino. Een schat aan informatie binnen handbereik. Tot ziens. Welkom bij Bibliotheek Eimond Noord. Het tweede voor Beverwijk zo karakteristieke kerkgebouw is de Grote Kerk aan het Kerkplein. Dit gebouw dateert uit de eerste helft van de 17e eeuw. De ongeveer 70 meter hoge wijkertoren is niet direct tegen de kerk aangebouwd, maar wordt door een kleine tussenbouw van de kerk gescheiden. Sinds 2013 worden er uit financiële overwegingen geen diensten meer in de kerk gehouden. De SIG ondersteunt mensen met een beperking bij hun streven naar een gelukkig en betekenisvol bestaan in contacten met anderen. Een team van ruim 300 medewerkers biedt in Zuid- en Midden-Kennemerland professionele en betrokken begeleiding en zorg aan circa 800 cliënten van alle leeftijden. Onze ondersteuning is gericht op de ontwikkeling en zelfstandigheid van cliënten. We vinden het belangrijk dat ze zelf kunnen kiezen. De eigen regie van cliënten staat bij ons centraal. De SIG biedt ondersteuning in de thuissituatie en in een groot aantal woonprojecten in de regio. We hebben een logeerhuis en we verzorgen dagbesteding. Door flexibel en creatief in te spelen op de wensen en mogelijkheden van cliënten, willen wij bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling en welzijn. Dagbesteding bieden we in kleinschalige projecten. We hebben onder meer winkeltjes in verzorgingscentra, onze eigen cadeauwinkel Crea SIG in Beverwijk, een zorgtuin, een bakkerij en activiteitencentrum Wisselwerk. Onze cliënten krijgen hier vaardigheden aangeleerd en vergroten hiermee hun zelfvertrouwen. Volwassenen kunnen bij ons zelfstandig wonen, met ambulante ondersteuning op afspraak of meer beschermd, volgens het warme gangmodel. Ze wonen dan in een eigen appartement met 24 uur zorg binnen handbereik en een gezamenlijke huiskamer. Daar kan bijvoorbeeld samen worden gegeten. Onze ambulante gezinsondersteuners bieden gezinnen begeleiding thuis, zodat kinderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Als dat niet meer gaat, hebben we woongroepen, gezinshuizen en door ouders opgezette woonvoorzieningen. In ons logeerhuis kunnen kinderen en volwassenen af en toe komen logeren. Een uitje voor de logees en even wat lucht voor de ouders. De hulp van vrijwilligers voor individuele contacten en activiteiten in groepsverband wordt door de SIG van harte aangemoedigd en ondersteund. Maak het mogelijk met de SIG. Dicht bij de cliënt, midden in de samenleving. Kijk voor uitgebreide informatie op www.sig.nu. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Daarom wordt in Beverwijk veel aandacht geschonken aan jeugdbeleid. In een van de speeltuinen, zoals deze aan de Huiderlaan, kunnen kinderen naar hartelust spelen in een veilige omgeving. Iets verderop bevindt zich het Johan Cruijffkoord, waar regelmatig toernooien of andere evenementen voor de jeugd worden georganiseerd. En nu we het toch over jeugd hebben, ook met het onderwijs in Beverwijk zit het wel goed. OPO Eimond biedt kwalitatief hoogwaardig openbaar onderwijs in de gemeente Beverwijk. Welkom op onze school! Stichting OPO Eimond beheert 17 scholen in de regio, waarvan 4 in de gemeente Beverwijk. Scholen die toegankelijk zijn voor alle kinderen, ongeacht geloof, huidskleur of geaardheid. Scholen met continuïteit die de leerlingen via eigentijds onderwijs voorbereiden op het zelfstandig, sociaal en verantwoordelijk functioneren in de samenleving. Welkom op de Zeester. Laten we onze wereld zien. Op de scholen van Stichting OPO Eimond wordt gebruik gemaakt van moderne lesmethodes gebaseerd op hedendaagse techniek, zoals digitale schoolborden en computers. Zo krijgen de kinderen een optimale kans om te worden wie ze zijn in deze wereld. Wij hopen dat u een goed beeld heeft gekregen van onze scholen. Tot ziens op een van onze scholen. Meer weten? Kijk op www.ooeimond.nl. Midden in Beverwijk bevindt zich Sportpark Adrichem.
een groot sportpark met onder meer hockeyvelden, voetbalvelden, een atletiekbaan en in de directe omgeving een tennispark en twee sporthallen. Een groot aantal sportverenigingen heeft hier een eigen onderkomen. Hou je meer van zwemmen? Dan kun je terecht in het Sportfondsenbad. Het enige 50 meter wedstrijdbad in de regio. Met verder een apart instructiebad en in hetzelfde pand ook een fitnessstudio en een beautysalon. Heel wat Beverwijkers hebben hier hun eerste baantjes gezwommen. Bewegen is immers heel gezond. En over bewegen gesproken... Een goed beweegapparaat is belangrijk voor iedereen. PMC Fysiotherapie in Beverwijk biedt een verscheidenheid aan specialisaties onder één dak, waarbij de patiënt centraal staat. Omdat ieder mens uniek is en iedere klacht een speciaal daarop afgestemde behandeling vereist, biedt PMC Fysiotherapie uitsluitend maatwerk. Aandacht voor de patiënt, een goede communicatie en een prettige sfeer in de organisatie zijn hierbij van essentieel belang. Onze fysiotherapeuten werken samen met u aan het verbeteren van het evenwicht tussen uw belasting en belastbaarheid, het stimuleren van voorwaarden voor natuurlijk herstel en preventie. Binnen PMC Kids werken verschillende disciplines zoals kinderfysiotherapie, manuele therapie, ergotherapie en logopedie samen om de beste zorg voor kinderen te bieden. Daarnaast werken wij ook samen met een mensendiektherapeute. Ergotherapie en fysiotherapie worden ook aangeboden op de plaats waar het probleem zich voordoet, zoals thuis, op het werk en op school. Indien nodig maken wij gebruik van echografie om de behandeling van uw klacht zo optimaal mogelijk af te stemmen. Bij elke vorm van behandeling zijn kwaliteit en efficiëntie gewaarborgd, zonder dat dit ten koste gaat van de persoonlijke benadering. PMC Fysiotherapie werkt nauw samen met huisartsen, specialisten en paramedici. Er wordt gewerkt met moderne faciliteiten op verschillende, goed bereikbare locaties. Voor jong en oud staat PMC Fysiotherapie voor kwaliteit in beweging. Wij maken het verschil. Kijk voor uitgebreide informatie op fysiobeverwijk.nl. In Beverwijk is de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de kwaliteit van het woningaanbod. Veel oude wijken zijn compleet gesloopt en daarvoor zijn mooie eigentijdse woningen teruggekomen. Zoals deze wandtorens bij de Laan der Nederlanden. Ruim van opzet en gebouwd tussen het groen. Daarom worden deze appartementengebouwen ook wel parktorens genoemd. De parallelweg aan de oostzijde van de stad was in de jaren 70 van de vorige eeuw de eerste woonboulevard van Nederland. Nog altijd zijn hier diverse bekende meubelzaken gevestigd. Achter deze druk bezochte weg ligt de Beverwijkse haven, die bekend staat als de grootste aardappelhaven ter wereld. In hetzelfde gebied bevindt zich ook de Bazaar, Europa's grootste overdekte marktcomplex, met maar liefst 2000 winkels en kramen. Het Vellesang College biedt modern onderwijs van hoge kwaliteit voor VMBO, MAVO, HAVO en VWO. Het Vellesang College, de meest veelzijdige school voor Beverwijk. Het dorp Wijk aan Zee behoort ook tot de gemeente Beverwijk.
Ingeklemd tussen het Noord-Hollands Duinreservaat, de fabrieken van Tata Steel en de Noordzee, telt Wijk aan Zee een kleine 2.500 inwoners. Het Julianaplein, aan de voet van de Dorpskerk, is een echt evenementenplein geworden. Hier worden regelmatig activiteiten georganiseerd. En elk jaar in januari staat Wijk aan Zee volop in de belangstelling, wanneer hier een van de grootste en belangrijkste schaaktoernooien ter wereld wordt georganiseerd. In de zomermaanden vormt Wijk aan Zee, met het breedste zandstrand van de Nederlandse kust, de perfecte plek om te vertoeven. Niet alleen voor de zonaanbidders, maar ook voor de watersporters. Het strand bij de Noordpier biedt de meest ideale omstandigheden van ons land om te surfen of blowkarten. En na afloop even bijkomen en lekker genieten van een drankje of een complete maaltijd in een van de vele strandpaviljoens. Met uitzicht op de Noordzee eindigen we onze tocht door de gemeente Beverwijk. We hebben genoten en komen er graag nog eens terug.